Anton, vandaag een wedstrijd gezien tussen een ploeg met heilig vuur en een ploeg zonder, denk ik, hè? Ja, ik denk wel dat dat het grote verschil was. En wij moeten en we willen. En nou, dat hebben we vandaag dan laten zien. En GVV heeft een prima seizoen gehad en daar is het moeten, is daar af. Ja, bij jullie zit het moeten er nog op. Een verdiende overwinning, 3 punten, brood nodig, maar rustig nog niet natuurlijk, hè? Nee, verre van. De laatste 2 wedstrijden dan zal het nog brood nodig zijn om punten te halen, sterker nog. Ja goed, als we die alle 2 winnen, dan hebben we het in eigen hand, dus dan zijn we er. Maar goed, dat zal nog niet zo makkelijk zijn, dus de volgende week Excelsior maar Sluis, natuurlijk een goede ploeg is. En de laatste wedstrijd de dijk uit. Ja, en je moet er niet aan denken dat je volgend jaar weer competitie speelt tegen de buren, denk ik? Nee, dat is niet, dat ligt niet in de planning. Dus nee, goed, het doel is handhaving en daar ziet het nou naar uit. Ben je er al? Nee, absoluut niet. Want we spelen nog twee hele belangrijke wedstrijden, beladen wedstrijden. Dus we zullen daar nog de punten moeten pakken. Toch zullen heel veel mensen zeggen, ja, nou heeft de Treffers kunnen profiteren van het faillissement van Achilles. Hè? De stichting ging failliet. 3 van de beste spelers van Achilles komen naar de Treffers. En dan hebben ze nog moeite om erin te blijven. Nou, ik weet niet of dat heel veel mensen zeggen. Maar jij zegt het op dit moment. En profiteren vind ik ook niet het juiste woord. Want er is natuurlijk het een en het ander gebeurd met Achilles. Waardoor deze jongens vrijkwamen. En waardoor wij de mogelijkheid hadden om ze over te nemen. Nou goed, dat hebben we gedaan. Maar dit bewijst ook dat het zijn jongens met kwaliteit, absoluut. Maar het bewijst ook dat het niet zo makkelijk is om een aantal jongens erbij te halen. En dat het dan automatisch loopt. Dat heeft altijd tijd nodig. Midden in het seizoen spelers inpassen, bedoel je, is lastig? Ja, dat is lastig. En de ene keer loopt het beter dan de andere keer. Maar goed, de voorbeelden zijn er wel te over dat het niet loopt. En ook een enkele keer dat het wel loopt. Dus zulke dingen heeft tijd nodig. Want het doet ook wat met de groep natuurlijk. Ja, maar even terug naar deze wedstrijd. Dit geeft de Groesbeekse burger moed. In ieder geval de rood-zwarte Groesbeekse burger. Nee, heel duidelijk. Heel duidelijk. En dat merk je ook aan de reacties. Na afloop, opluchting natuurlijk. Het is een hele mooie stap in handhaving. Maar die andere 2 wedstrijden, ja, daar moeten wel punten gehaald worden. Dankjewel. Oké. Okay. Echt gefeliciteerd en haal die punten.